Vandaag Open Monumenten dag 2, zondag. In het Hofje van Heidhuizen zijn we te gast. We staan met de penningmeester Bart Bram Spruit. Hoe loopt het? Is er veel bezoek? Ja, het is heel druk geweest. Nou, nu is het even rustig. Er vallen wat drupjes uit de lucht, maar gisteren hebben we ruim 100 mensen gehad. Hartstikke leuk. Heel veel interesse en leuke verhalen van mensen en veel interesse voor het hofje zelf. Het is een ontzettend leuk hofje, vind ik, met een leuke tuin, een beetje Versailles tuin, met allemaal buxusjes en leuke fruitboompjes. En zonder meer heel verrassend hofje. En wat ik heel erg leuk vind, is dus eigenlijk de speciale zonnewijzer. Die heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Gonda Koster, voorzitter van het bestuur van het hofje van Heidhuizen. Volgend jaar is een spannend jaar voor jullie, toch? Volgend jaar, ja, zeker een spannend jaar. We zijn onlangs gestart met de ontwikkeling van een stripboek over Willem van Heidhuizen, de stichter van ons hofje. En volgend jaar, begin juni, zal het boek gereed zijn en wordt gepresenteerd tijdens de stripdagen in Haarlem. De reden dat wij een stripboek maken is dat wij onder de aandacht willen brengen hoe bijzonder de hofjes zijn. En zeker de hofjes die nog steeds bestuurd worden in de oorspronkelijke vorm zoals het bedoeld is. Zoals in ons geval Willem van Heidhuizen, onze oprichter, bedacht heeft en heeft vastgelegd in zijn testament in 1636. Eva de Wit, jij gaat samen met Erik Kolen een stripboek maken over dit hofje. Ja, klopt. Ja. Ja. En hoe vind je dat? Ja, een heel mooi project is het. Het is eigenlijk vanaf het allereerste begin dat we met z'n allen samenkwamen. Was het, ja, heel duidelijk dat we een bepaalde manier hetzelfde voor ogen hadden. Qua thematiek waar het verhaal over moest gaan. En de opdracht is ons eigenlijk gegeven om het behoud van erfgoed op de kaart te zetten, omdat er steeds meer hofjes aan woningcoöperaties worden verkocht. Mm-hmm. Je wil iets met de geschiedenis van dit hofje, met de geschiedenis van Haarlem, terug in de tijd. Het is best een grootse opdracht eigenlijk. Ja, het belangrijkste is gewoon om een interessant verhaal te maken met een bepaalde thematiek. We hebben ervoor gekozen om het te laten plaatsvinden in de Gouden Eeuw en in deze tijd. Om ook eigenlijk parallellen tussen heden en verleden te laten zien. Dus eigenlijk de overeenkomsten weer te geven. Dus we moeten nog even geduld hebben. We zijn nu nog bezig met de voorbereidingen. Zo, nou, bij de schoorsteen in het huis van Tineke, het torenhuis van Tineke, hebben we iets spannends gevonden, toch? Ja. Ja, we staan hiernaast. We hebben een inscriptie ontdekt op de schoorsteen. En het ziet er eigenlijk uit als een lijst met een tekst erin. Mm-hmm. Wat vreemd is, want het zit eigenlijk in de muur zelf. Dus het lijkt me niet een afdruk van een schilderij die er gehangen heeft. Dus het lijkt alsof iemand er iets, een boodschap heeft ingekerfd. Het lijkt een soort schilderij, maar dan in de muur geweest te zijn. Dus Spannend. Spannend, ja. Ik heb dit genomen en heb ja gezegd omdat deze zolder erop zat. Omdat dat me toch die ruimte geeft. Als ik alleen beneden, dan was het me te klein geweest. Dan had ik het niet gedaan. Ja. Nee. En dit is jouw woonkamer? Ja. Twee trappen op? Ja, maakt niet uit. Het is goed voor je. Hè? Trappen lopen. En je slaapt beneden? Nee, ik slaap op de middelste verdieping. En beneden is een soort, heb ik er een soort eetkamer van gemaakt. Want daar grenst het keukentje aan. Dus koken en dan meteen aan tafel. Ik ga niet weg, maar ik ben toch wel 70. Dus ik weet niet hoe oud ik ga worden. Maar...